Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als streven een zo geordend mogelijke verkiezing te organiseren in 2025. In dat proces is er vandaag een bijeenkomst geweest van 4 verkiezingsactoren die allemaal belangrijke schakels zijn in het verkiezingsproces. Minister Bronte Somohadjo maakte daarbij duidelijk dat een goede communicatie een van de belangrijkste zaken is in de voorbereidingen naar de verkiezingen. Ik heb tijdens eerdere toespraken aangegeven dat een goede verkiezingscampagne niet slechts is gebaseerd op een strakke tijdsplanning, maar ook op noodzakelijke institutionele structuren die moeten zorgen voor de monitoring en het stroomlijnen van het gehele proces. Ongetwijfeld is voor de planning en gedegen uitvoering van activiteiten voor goede samenwerking, communicatie en regelmatig overleg tussen de verschillende verkiezingsactoren van eminent belang. De verschillende verkiezingsactoren en organen worden binnen het wettelijk kader voor de verkiezingen genoemd. Somohadjo zegt verder dat er een belangrijke stap is gezet om een basis te vormen voor het organiseren van betere verkiezingen. Daarbij levert de United Nations Development Program een belangrijke bijdrage. Op weg naar de verkiezing in 2025 zult u vaker met elkaar in contact zijn dan wel met elkaar moeten samenwerken om een goed resultaat neer te zetten. Deze kennismaking bijeenkomst beoogt daarom, naast het elkaar leren kennen, ook de respectieve taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren te vernemen, ten einde een vlotte samenwerking teweeg te zullen brengen gedurende het traject naar de verkiezingen toe van 2025. Suriname staat bekend om eerlijke en goede verkiezingen. De goede reputatie die we als land hebben, moeten we behouden en verder versterken. We hebben de gezamenlijke taak om de komende verkiezingen beter, transparanter en efficiënter te organiseren. Somohadjo benadrukte dat er een grote verantwoordelijkheid rust op elke actor in het verkiezingsproces om ervoor te zorgen dat de reputatie van het land goed wordt gehouden.